Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van 1% Training. Vandaag ben ik alleen. Mijn naam is Lucas en Saragje die kan helaas niet bij zijn vandaag. Maar vandaag ga ik voor jullie een arm challenge laten zien. Hoe ik dat ga doen, ik ga zo mijn arm opmeten met deze, met dit lint. En ik ga een arm workout doen. Uiteindelijk ga ik kijken hoeveel groter mijn arm is geworden na het trainen. Als je deze challenge je leuk lijkt, doe hem ook thuis. Ik weet zeker dat jij heel graag wil weten hoe groot jouw arm kan worden, dus we gaan het tegenaan vandaag. Heb je nog niet geabonneerd op het kanaal, doe het even, zet je meldingen aan en doe het duimpje omhoog. Ja. Ik heb hier een meetlint. Ik ga even opmeten hoe groot mijn arm is. Ik heb nog niet getraind, er zit nog geen pomp op, dus don't mind me. Even kijken of ik het zelf kan doen. Pak het grootste of het dikste punt van je biceps en het verste punt van je triceps. Ja? Ja, toch? Oké. Okay. Dan span je biceps en triceps zo hard mogelijk aan. En ik kom uiteindelijk op 37 centimeter. Dus ik ga nou een arm workout doen. Ik ga een beetje freestylen, want ik ga gewoon alleen maar mijn armen pompen. En eens zien wat de uitslag uiteindelijk wordt. Zorg altijd dat je heel erg knijpt met je biceps. Rustig zacht. Sommige gasten die knallen op. Dingen omhoog, maar dat heeft helemaal geen zin. Dan weet je dat het zwaar is, zodat je de controle houdt over de oefening. Probeer te focussen op alleen je triceps. Niet dat je heel je schouders en dergelijke gaat gebruiken, nee. Jammer dat ik dit niet met Saragje kan doen vandaag, want ik kon er even meten wie de grootste pump kon krijgen. Ik had wel weten wie er had gewonnen. Hoeveel denk jij dat ik kom? 39. Dat is wel veel. Ik denk 41. Zoveel. Dat is veel. I like that attitude. Easy bar curls. Met zo'n krom staan. Na 42 centimeter wordt.
Of 36. Dat het minder wordt. Wow, met die lightweight. True. Oké, okay, set nummer 2. Om van die 37 naar 45 centimeter te gaan. Het is gewoon zaak dat je heel veel herhalingen doet per oefening, zodat je dus heel veel bloed naar je spieren pompt. Stel je bent aan het trainen en je doet heel veel borstoefeningen, dan krijgt jouw lichaam een signaal dat er heel veel zuurstof naar jouw borst komt. In dit geval naar mijn armen. Dus omdat er dus zoveel bloed naartoe wordt gestuurd, krijgen de armen dus meer zuurstof, waardoor ze dus veel harder kunnen werken. Dus meer bloed wil zeggen meer zuurstof en meer kracht. Laatste set. Stop! Hammer time. Zo. En kickbacks. Oké. Okay. 1 inch. Want kijken, flex it. Ik weet niet. Denk 37,5. Tweede set. Oké, okay, let's go. Tip voor deze challenge is ook dat je dus supersetjes doet. Oftewel een biceps oefening gelijk erachterna een triceps oefening. Zo pomp je heel veel bloed gelijk naar allebei die spiergroepen. Laatste set. The moment of truth, dames en heren. Zien jullie dat de pomp erop staat na 3 supersetjes biceps en triceps? We begonnen met 37 centimeter omtrek van het grootste punt naar het grootste punt. En ik ga nou eens kijken hoeveel het nou is. Ik denk 39 of zo, 40 misschien. Kijk, dames en heren. 39. Wajo. Dus door middel van 3 supersetjes is mijn arm 2 centimeter in omtrek vergroot. Ik zou zeggen, als je deze challenge gaat doen of wil doen, laat het me weten in de comments. En je kan uiteindelijk weten of dat jouw arm meer dan 2 centimeter gegroeid is. Wil je meer van dit soort challenges zien? Abonneer dan op ons kanaal. Doe een duimpje omhoog, zet je meldingen aan en mis niks van 1% training. En wij helpen jou om elke week weer 1% beter te worden.